De leider van de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, vraagt Republikeinen om het veto van de president over het nieuwe defensieprogramma te verwerpen. Het voorstel eist het verwijderen of hernoemen van alles dat doet denken aan de Confederatie. Meer hierover in een rapportage van NTD's Miguel Moreno. President Trump gebruikte vorige week zijn veto voor de NDAA, National Defense Authorization Act. Nu debatteert de Senaat over het al dan niet verwerpen van het veto over het wetsvoorstel dat de president een cadeau voor China en Rusland noemt. Senaatsleider Mitch McConnell moedigt Republikeinen aan om het veto van de president op te heffen. President Trump merkte juist op dat het voorstel niet ieder punt bevat dat wij Republikeinen hadden gewild. Ik ben ervan overtuigd dat onze collega's bij de Democraten er hetzelfde over denken. Maar dat is ieder jaar het geval. Ik dring er bij mijn collega's op aan deze wet nog één keer te steunen. Trump zei dat hij zijn veto gebruikte omdat het voorstel sectie 230 niet intrekt. Een aansprakelijkheidsschild voor sociale mediaorganisaties. En omdat het vereist dat alles in het leger dat de Confederatie herdenkt opnieuw een naam moet krijgen of verwijderd moet worden. Het voorstel werd in eerste instantie met een meerderheid van meer dan 80% door de Senaat goedgekeurd. Trump zei op Twitter, zwak en vermoeid republikeins leiderschap zal toestaan dat een slecht defensievoorstel wordt goedgekeurd. Onderhandel over een beter wetsvoorstel of zoek betere leiders. Nu, de Senaat zou NDAA niet goed moeten keuren voordat het is verbeterd. Maar andere senatoren, zoals John Cornyn, lijken voor het wegstemmen van het veto te zijn. Om onze tegenstanders in alle uithoeken van de wereld te blijven bevechten en verslaan, hebben onze strijdkrachten fondsen nodig. Ze hebben stabiliteit nodig. Ze moeten plannen kunnen maken. De 2021 NDAA geeft die steun van het congres. De Senaat werd verdaagd en zal waarschijnlijk 30 december stemmen. Ze worden ook verwacht te stemmen over de verhoging van de steuncheck van $600 naar $2000 per volwassene. Trump zei op Twitter, tenzij Republikeinen een doodswens hebben, bovendien is het ook het juiste om te doen, moeten ze de $2000 betalingen zo snel mogelijk goedkeuren. De leider van de Senaat zegt dat ze hier deze week naar gaan kijken, alsmede ook naar andere kwesties. Reportage Miguel Moreno, NTD News. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal en de notificatiebel aan te klikken.